Oh! All squads, I have a visual on Croft. Yo mensen van Dutch Gaming en leuk jullie kijken naar Rise of the Tomb Raider. Vandaag gaan we gezellig even verder met de missie. Ja. Ik moet even met jullie meteen met de deur in huis vallen, lieve mensen. Mijn nieuwe computer heeft momenteel wat technische kleine probleempjes. Ja, heel erg vervelend plat gezegd. We kunnen nog niet de frames per seconde halen die ik eigenlijk wil of vast wil, continu wil gaan houden. Dat is 60 frames per seconde. In het begin mijn computer had Windows update problemen. En nu ik Windows 10 eindelijk erop had gezet, zaterdag op had weten te kijken via een mannetje van bij mij. Was mijn schijf deels niet beschikbaar van de 4 terabyte die erin zat. Was er maar 2 beschikbaar. En de partitie, dan kan ik een beetje heel technisch gaan doen tegen jullie, maar je moet het zo zien. Even laten we het heel plat, kort door de bocht zeggen, want dat jullie begrijpen. Je hebt hoe ik het tegen mijn moeder zei, was een autoband. Ik weet niet of ik het daar goed mee kan vergelijken. De autoband kan je minimaal tot 8 bar vullen. Dit is een voorbeeld, hè, mentally mensen. Dus neem het niet letterlijk wat ik hier opneem. Tot 8 bar. En ja, je koopt dus eigenlijk die auto. Maar de banden zijn maar 4 bar. En er is geen mogelijkheid, echt totaal geen mogelijkheid om hem op te pompen. Je kan er een verloopstukje op zetten. Je kan er van alles op zetten wat je wil opzetten. Maar het is niet mogelijk. Het kan gewoon niet, oké? Het kan niet. Nou, zoiets heb ik dus, zat er dus met mijn schijf ook. Heel kort, plat door de bord, kort gezegd. Ik kon die andere 2 terabyte die er was niet pakken. Het was gewoon afgesloten. Het was er niet. Het is er wel, maar ik kan er niet bij. Het is, ja, ik kon er gewoon niet bij. Klaar, ik kon niet. Er kon niks meer bij. En ja, wat het nu eigenlijk het probleem is, ik moet tot dinsdag wachten om mijn computer weer terug te brengen. En het is niet vanwege dat alleen. Ik heb wat geprobeerd om er toch bij te komen. En ik heb er een hand van om dingen eigenlijk zo verder te verneuken dat ik eigenlijk terug moet. Want mijn Windows doet er nu niet meer. Kijk, ik kan er wel weer een 7 opzetten, maar ja, ik wil ook wat nieuwe spellen proberen dat Windows exclusief zijn, zoals Dead Rising en Gears of Wars. Ja, dat kon ik dus wel spelen, maar ja, aangezien ik mijn computer herstart had, kon ik het niet meer bij. Dus de boot deed het niet meer, de boot streepje BCD, als ik het zo goed zeg, kon het niet meer bij. En ja, ik moet dus dinsdag gewoon terug. Heel kort gezegd, dinsdag terug. Dus we moeten het nog eventjes doen met een iets oudere computer. Maar ja, als het eenmaal gewoon weer goed van de gang gaat, gaat het gewoon goed komen. Ik ben ook eigenlijk liever iemand met die F-Series LAR. Flik maar weer mee. Die het liever zelf doet als ik een USB'tje heb of een CD'tje. Nou, ik denk dat ik hem dubbeltje moet doen. Oké, sorry. Met die het liever zelf in de hand hebben dan als ik bijvoorbeeld iets verneuk, dat ik het gewoon liever zelf kan doen. Ja, ik ben gewoon iemand die het liever zelf doet. What the fuck? Zeg eens, waar moeten we heen? Ik kijk omhoog. Oh. Ha, moest er spatie E doen. Ja, ik ben liever iemand die het gewoon zelf doet als er wat fout gaat, dat ik het meteen zelf weer terug erop kan zetten. Wat zijn mijn toetsen? Ik wil iets doen. Op donder, godverdomme. Ja, als het dus gewoon wat fout gaat, ben ik liever die het zelf oplossen en gewoon hup, USB'tje, sneetje erin, klaar. Maar ja, dat gaat helaas niet en ja, we moeten nog even wachten. En ik ga ook gewoon vragen aan die man van, joh, heb je misschien een cd'tje voor me? Of een usb'tje? Dat ik het gewoon voor te zelf kan doen. En ik heb nog thuis een andere computer ook staan, dat is deze. Die ik misschien ook van Windows 10 wil gaan voorzien.
En niet dat ik het helemaal, het hele grote pakket heen en weer moet verzuilen. Maar dat is even het hele, mijn probleem kort samengevat van deze week. Deze week zit me gewoon totaal niet mee. Maar eerst mijn computer die in elkaar gezet is, waar ik nog wat ramkaarten achteraf leken die goed in te zitten. Waar ik jullie niet van op de hoogte heb gebracht, van dat stond in de andere video, die deel die ik niet in heb gezet. Trinity zit er ook in. Nou, er zijn nog een paar kleine probleempjes waardoor ik deze week gewoon een beetje struggles heb. Maar alsnog, het moet er niet van houden dat we niet kunnen gamen. En gamen gaan we sowieso gewoon doen. Als ik jou in elkaar trap, dan krijg ik sowieso weer health. Kut. Oh, alsjeblieft. Jongens, kunnen jullie even iemand anders gaan irriteren of zo? Ga gewoon dood of zo. Oké. Liggen. Ga met je spullen eens even hier allemaal. Even kijken, hoe konden we ook weer spul maken? X toch? V, Z. M. Muiswieltje was het. Ik was het vergeten. Het leven zit niet altijd liever altijd lekker mee met al bepaalde dingen. Ik denk dat iedereen het wel eens kan, het zal wel. Dat je shit wilt doen en dat dingen niet zo uitpakken zoals je wilt. Maar shit happens en ja, ik kan er niks verder van maken. You have to get to cover. We're about to fire and you're out in the open. Oof. I can't stop now. I'm coming. Cover me. Nope. Dankjewel, ground team. Cover me. Focusing fire. Okay. Taking casualties. Come here. Someone kill her already. Oh, hete spul. Oh, headshot! One shot, headshot, LMG, no scope, wat de fuck je dan van wil maken. Oké. Okay. Ja, gifpijl ook, vuurpijl ook. Schiet je fucking pook eraf! Godverdomme. Ja, ik kook ze wel. Hier, alsjeblieft. Leef je nog? Really? Je dacht het niet, ouwe. Ik ga gewoon lekker naar je hoerenmoer.
is nodig. Kijk, waar gaan we omheen? Geen weg terug, oké. Okay. Oh nice, ik kan mijn dingen er eigenlijk ook in pompen gewoon. Hoppakee. Allee, hop. Yes. Hoe, mazzel. Ik heb zoveel mazzel dat ik nog snel mijn haakje in het ijs kon pompen, jongens. Dat willen jullie niet weten. Kouwen staan toch mee scheef. Ik kom er pas later mee uit, maar oké. Okay. Oeh. All squads, I have a visual on Croft. Must not be allowed. Maar mensen, dat zien jullie graag de volgende keer weer terug. Abonneer jezelf op de streaming. Volg ons op Twitter, Facebook, Twitter, Twitch en ja, links staat die beneden in de beschrijving, mensen. Doe een natuurlijk een blauw duimpje omhoog deze video en ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Abonneer je op dit game. Ja, heb ik allemaal gezegd. Mensen, keep you, keep that. En tot de volgende keer. Later!